Hi, ik ben Jante van Max Groningen en vandaag staan we aan de Gerbrand Bakkerstraat. We gaan kijken naar nummer 51. Dat is op de begane grond, eerste en de tweede etage. De Gerbrand Bakkerstraat is aan de achterkant van het UMCG en alle voorzieningen zijn in de buurt. Dus laten we gewoon een kijkje nemen. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube kanaal, uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Nou, hier is de trap naar boven, maar we gaan eerst even kijken naar de begane grond. Nou, we zijn nu in de woonkamer. Het is eigenlijk een soort van opsplitsing, maar toch weer open. Je hebt hier uitzicht aan de voorkant, dus naar de straat toe. En er is heel veel lichtinval in deze ruimte. Nou, dan gaan we nu naar het volgende gedeelte. Je kunt het eigenlijk indelen in een eetgedeelte en een woonkamer. Maar je kunt het ook mixen natuurlijk. Aan deze kant is nog een berging. Kun je stofzuiger, dweilen en dergelijke opruimen. Wat anders natuurlijk. Ja, dan gaan we nu door naar de keuken. Die is aan de achterkant van de woning. Nou, de keuken is helemaal nieuw. Er zit een grote koelkast in. Dat is aan deze kant. En een vriezer. En daarnaast zit een vaatwasser. En hier is de oven. Daarnaast is er nog een inductiekookplaat en een afzuigkap. En hier is nog een grote wasbak. Dus dat is eigenlijk super mooi en voldoende opslagruimte. Nou, dan gaan we nu eventjes naar de tuin toe. Het is natuurlijk ook wel uniek dat er een tuin bij zit. Nou, de tuin is eigenlijk hartstikke ruim. Kun je in de zomer lekker barbecuen. En er zit ook een picknicktafel bij in. En hier aan de achterkant... kom je eigenlijk op een steegje waar je dus gemakkelijk met de fiets naar buiten kan. Er zit ook nog een bergruimte bij. Daar kun je je fiets neerzetten. En het allergrootste pluspunt is dat hier ook stroom is. Dus dan kun je eventueel een elektrische fiets opladen. Nou, dan gaan we nu eventjes kijken naar de eerste etage. Nou, op de eerste etage zijn twee slaapkamers, het toilet en de badkamer. Dus kom maar met mij mee. Nou, welkom op de eerste etage. We gaan even beginnen met het toilet. En die zit aan deze kant. Nou, super handig dat het toilet en de badkamer apart van elkaar zijn. Zodat de gasten niet allemaal de badkamer in hoeven. En zoals je ziet is hier de badkamer. Met uitzicht op de achterkant. Er zit een douche bij in. Een wastafeltje. En aan beide kanten een spiegel. Zo. Dan gaan we nu naar de eerste slaapkamer. En dat is de slaapkamer aan de achterzijde. Er is eigenlijk voldoende ruimte voor een bed. Eventueel nog een bureau. En voldoende lichtinval. Dus dat is ook super fijn. Nou, aan deze kant is er nog een bergkast. Nou, zoals je kunt zien is daar voldoende opslagruimte voor je kleding, schoenen, dat soort dingen. Dan gaan we nu door naar de tweede slaapkamer. En ook hier is weer super veel lichtinval. En deze heeft uitzicht op de voorkant. Nou, mooie oranje kozijnen. Dat is ook wel uniek natuurlijk. Nou, dat heeft eigenlijk bijna de hele straat hier. En zoals je hier kunt zien, heb je eigenlijk uitzicht op de trap. Dus dat is ook wel grappig. Nou, dit was de eerste etage. Dan gaan we nu kijken naar de tweede etage. En daar zijn nog twee slaapkamers. Dus kom maar dan mee. Nou, welkom op de tweede etage. Op de tweede etage is slaapkamer nummer 3 en nummer 4. We gaan eerst even kijken naar slaapkamer nummer 3. Nou, als je binnenkomt dan zie je direct veel lichtinval. Deze slaapkamer heeft weer uitzicht op de achterzijde, oftewel op de tuin van de woning. Er is hier weer voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed, een bureau,
een kast. Nou ja, noem maar op. Dus dan gaan we nu nog even kijken naar de vierde slaapkamer. En ook hier weer is er heel veel lichtinval direct als je binnenkomt. Dus dat is super fijn. En net zoals de andere slaapkamers is hier weer ruimte voor een tweepersoonsbed. Eventueel een bureau, een kast, dat soort dingetjes. Nou, laten we nog één keer teruggaan naar de begane grond. Ik heb jullie nu de hele woonruimte laten zien. Gerbrand Bakkerstraat nummer 51. Het is een volledig gerenoveerde woning. Dus eigenlijk is bijna alles nieuw. Nieuwe keuken, vier mooie slaapkamers, een net toilet en een nette badkamer. Nou, mocht je nou interesse hebben in deze woning, kijk dan even voor de beschikbaarheid op onze website. En hopelijk tot snel!